De solidariteitswerkplaats en Mariannes boekwinkel dreigen in de kou te komen staan. De gemeente Uden heeft in kennisgeving gestuurd dat per 1 februari 2013 het gas, water en licht afgesloten zal worden. De solidariteitswerkplaats en Mariannes boekwinkel zijn gevestigd in het oude postkantoor op de hoek van de Kastanjeweg en de Violierstraat. Omdat het multicenter het gebouw verlaat om naar de Loopkantstraat te verhuizen, lijken de andere twee gebruikers de dupe te worden. Van de projectontwikkelaar van het pand mogen de solidariteitswerkplaats en Mariannes boekwinkel nog minimaal 1 jaar blijven. Of de deuren van de solidariteitswerkplaats en Mariannes boekwinkel ook echt moeten sluiten is natuurlijk nog de vraag. Want raadslid Joke de Lange roept het college ter verantwoording.